Dit is één van de 11 geitjes. Een naam hebben ze nog niet, maar de diertjes trekken veel bekijks. De vrijwilligers van Novo die hier werken zijn er ontzettend blij mee. Hey Klaas-Martin, wat doe je hier de hele dag? Uitmesten, een beetje dieren verzorgen. Af en toe grasmaaien in de zomer hier. En die geitjes, zijn die ook een beetje van jou? Ja, een weekje. Klein weekje maar. Verzorg je die ook of niet? Ja, die verzorg ik heel graag, geitjes. Of is dit een bok? Een bokje. Een bokje? Dan kun je toch wel zien, hij krijgt hondjes. Waar dan? Bovenop zijn hoofdje krijgt hij hondjes. Het was niet helemaal de bedoeling dat er zoveel jongen bij kwamen. De rammetjes die zijn eigenlijk wat te lang bij de geitjes gebleven. En dus dan worden ze heel vroeg gedekt en dan krijg je ze ook vroeg jongen. Want ze hebben ongeveer een draagtijd van 5 maanden. Geitjes in februari. Het blijft toch best bijzonder. De rammetjes en de geitjes die lopen bij elkaar, dus ze hebben alle gelegenheid. En als de natuur zover is, dan gaat hij zijn gang. Deze neem je mee naar huis, denk ik, of niet? Nee, dat mag niet. Zou je het wel willen? Ja, als het mag, dan neem ik hem wel mee naar huis toe. Hij wil nou berry, Klaas-Martin. Ja, geeft niks. Ik hou van geitjes. Wat is er zo leuk aan geitjes? Dat ze mekkeren en dat ze kunnen springen. Dat ze lekker kunnen eten. En dat je af en toe kunt knuffelen. Beschuit met muisjes, kraamvisite en natuurlijk... In de gloria! In de hoera! In de hoera! In de hoera! Mooi, hè?